Maar ik zo niet tegen. Ik mag de vraag weer bij present uitzet. Volgende week ben ik hier gebleven en we hadden de vorige aflevering een persoon die in de doodcel was. En ik weet totaal niet meer waar die is. Dus waarschijnlijk is hij weer vrijgelaten op de een of andere manier. Ik zal het eigenlijk niet weten. Maar in ieder geval, ik vind het eigenlijk nog best wel positief gaan. Alleen het inkomen van het geld is wat minder. Maar hopelijk gaat het wel wat beter binnenkort zien. Zo. En we krijgen dus nog 600 totale gevangenen. Een beetje laag vind ik nog wel, maar in ieder geval krijgen we wel steeds minder lijken in onze gevangenis. Want dat was echt wel een groot probleem. Ik zit er nog wel eventjes over na te denken om misschien nog deze... ik wou dan de volgende deze aflevering hier dit gebied uitbreiden, zodat we daar wat meer mensen kunnen houden. Dus ik ga nu waarschijnlijk even naar de 700. 750 vind ik wat fijner om te hebben. Zodat ik wel die hoeveelheid uitbetaling kan krijgen. En ik zit er nog wel een beetje op na te denken om deze toevallig ook nog eventjes te doen. Zodat we toch nog wat meer betaling krijgen. Dus laten we die maar gewoon doen. Dan hebben we tenminste ook wel heel wat geld erbij. Dat we in ieder geval dit gebied uit kunnen breiden. Ik ben natuurlijk nu bezig een beetje met de veilige omheining, maar als we binnenkort dan die nieuwe gebied hebben, dan hoeft dat eigenlijk helemaal niet meer. Ja, dan hebben we natuurlijk wel nodig, maar niet precies specifiek hier. Dus ja, even kijken. Gaat weer wat lijken weg. Rip, rest in peace, rest pepperoni. Al dat soort dingen. Even kijken. Ja, ik wil sowieso die 500 gevangenissen. Of ja, de capaciteit van de gevangenen hebben. Als ik dat binnenkort heb, dat zal wel goed zijn. Ik ga deze muur toch wel even slopen tot hier. Lijkt me toch wel een beter idee om te hebben. Over 10 uurtjes hebben we 750 gevangen en hebben een dikke inkomst. Ja, dit is het gebied wat toch wel voor de minimaal beveiligde, dus die wil ik hier naar het zuiden toe. De hoogbeveiligde gevangenen die wil ik hier dus hebben. Dus het gaat ook hier verderop. En de medium beveiligde gevangenen komen dan hier. Dat is natuurlijk wel goed op te hebben. Dan krijgen we waarschijnlijk ook beter inkomen, dus dat zal ook wel goed moeten komen. En die mensen willen hier echt naar binnen. Let me in! Ik zit er dan al van na te denken om misschien wat meer automatische deuren bij deze cellenblokken te maken. Moeten ze echt heel lang wachten voordat ze pas naar binnen kunnen. Ik vind hier, dat ik hier nog een gebouwtje kan maken voor dit gedeelte van de gevangenis. Om dit gebied helemaal. Moeten we maar even zien. Ik ben nu eigenlijk gewoon nog een beetje aan het wachten tot we het geld ervoor hebben. En ik denk dat er natuurlijk ook niet zoveel mensen die worden geëxecuteerd krijgen. Ja, we hadden er al gisteren, of de vorige aflevering eentje, maar dat was het eigenlijk. Dus nou ja.
Zo. Hebben we dat gebied ook alvast met gras gemaakt? Ja. Oh, we hebben het geld binnen. Nice. Oké, nu ga ik maar gelijk met die bouwdruk even bezig. Tot hoever ik het nu eigenlijk wil hebben. Ik denk dat software nog wel genoeg is, denk ik. Oké. Dan wil ik dit gebied dus er ook nog even bij hebben. Hoppakee. Zo. Dat lijkt me wel even duidelijk. Dat gaat veel kosten, maar het is nodig. Ik denk dat dit wel groot genoeg is voor de hele gigantische cellenblok voor de maximale beveiligde. Alleen hebben we voor die inkomsten nodig van die nieuwe gevangenen. Maar waar blijven die dan? Misschien dat ze nog komen, denk het. Gigantisch dit gebied, maar het is wel nodig.
alleen even zien hoe ik die veilig omheen mag regelen. Dat heb ik ongeveer dan nodig. Is van 4000 of zo. Ongeveer. Denk ik. Oh ja, daar komen de eerste gevangenen aan. Wat nou hier? Ah, verdomme. Oh ja, dan moet ik ze weer gelijk aanzetten, want anders gaat niet goed. Oh my god. Dus moet eerst dat helemaal gerepareerd worden. 5000! Oh. Goede nieuws is dat het zuidengebied in ieder geval een stroom heeft en de keuken, dat zie je ook nog. Maar voor dit gebied, echt niet. Dan hoop ik dat ik maar even snel geld binnenkrijg. Want water doet het natuurlijk ook niet, omdat ik gewoon die echt op een nare plaats heb gezet, wat aan het begin misschien wel handig was, maar nu niet. Oké, nu wat, wat ik binnenkort gerepareerd. Oh, fuck. Wat het hele gebied ervan nu gemaakt. Ik wou wel zeggen. Oké, nu moeten we ook die andere even gelijk aanzetten. Hoppakee, het werkt. Oh ja, nu moet al dat water daar natuurlijk ook op even heen gaan. Misschien is het handig om nog even het waterpompstation ergens neer te zetten. Want volgens mij is dat al de tweede of derde keer dat een van deze twee kapot gaat. Dus misschien dat ik binnenkort nog even eentje zo'n waterpompstation even neer moet zetten. Zodat ze in ieder geval nog wel water krijgen, want ja, dit wordt eigenlijk niet, maar oké. Oh my god. Hoe dom is dit dan? Ik heb deze muur gesloopt voor, maar waarom wordt hij zo weer neergezet? Dat is niet de bedoeling. Ja, onveilig. No shit, Sherlock. Komt er nog één achter. Dus ik kan beter deze zo een beetje vasthouden. 2600 plus 3000.
ongeveer. Oh, mensen hebben weer tasers. Hoppakee, meer money. Onveilig, maar toch wat het voor die rode dingen. Ja, dit was voor de volgende aflevering nog best wel irritant om dit allemaal te gaan maken. Nou ja, ik heb natuurlijk die clone tool, dus dat zal op zich nog wel moeten kunnen. Even op het gras een beetje aanleggen. Kan ik misschien deze wel gewoon even eruit halen? Waarom niet? Oké, dat zal wel goed moeten zijn, denk ik. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Heel veel van de kanaal. En zie ik hem nog een keer. Later.